Welkom allemaal bij deze Relative Pitch avond, waarbij drie cd's worden gepresenteerd. Beginnende met Vostok Remote Islands, geïnspireerd op dit boek. Later kunnen jullie daar ook zelfs een pocket atlas kopen, maar dat ga ik dan later nog zeggen. Ik sta hier met Guus Jansen en Vincent Courtois. En Henning Bolten. En ik ben Fies Schouten. En ik begin met een klein stukje voorlezen. Het wordt tijd dat de cartografie tot de poëtische genres wordt gerekend. En de atlas zelf tot de schone letteren. Ten slotte maakt hij zijn oorspronkelijke benaming Theatrum Orbis Terrarum. Theater van de wereld. Meer dan waar. Het raadplegen van kaarten kan weliswaar het verlangen naar verre landen dat dit veroorzaakt verzachten. Zelfs het reizen vervangen, maar is tegelijk veel meer dan een esthetische compensatoire bevrediging. Wie de atlas opslaat, neemt geen genoegen met het opzoeken van afzonderlijke exotische plaatsen. Maar wil mateloos alles in één keer. De hele wereld. Het verlangen zal altijd groter zijn. Groter dan de bevrediging door het bereiken van hetgeen verlangd wordt. Ook nu nog zou ik een atlas verkiezen boven welke reisgids dan ook.
Thank you.
In een kleine stad, in de uitlopers van de Vogezen, wordt een 6-jarige jongen bezocht door dromen waarin hem een totaal onbekende taal wordt geleerd. Al snel beheerst de kleine Mark Lieblin deze taal vloeiend en niet alleen in zijn dromen, zonder te weten waar hij vandaan komt en of hij echt wel bestaat. Mark Lieblin is een eenzaam kind, hoogbegaafd en leergierig. Als jongeling leeft hij meer van boeken dan van brood. Op 33-jarige leeftijd woont hij als een drop-out in Bretagne. Daar trekt hij de aandacht van de onderzoekers van de Universiteit van Rennes, die zijn droomtaal willen ontraadselen en vertalen. 2 jaar lang voeden ze een reusachtige computers met zijn merkwaardige klanken. Tevergeefs. Op een zeker moment komen ze op het idee havenkroegen af te gaan, om bij passagierende matrozen na te vragen of iemand van hen deze taal al ergens heeft gehoord. In een kroeg in Rennes geeft Mark Lieblin een solovoorstelling. Hij houdt een monoloog voor een groep Tunesiërs. Als de man achter de bar, die voorheen bij de marine heeft gezeten, zich ermee bemoeit en verklaart dat hij die tongval al eerder heeft gehoord. Op het eenzaamste van alle Polynesische eilanden. En hij zegt een dame op leeftijd te kennen die precies zo spreekt. De ex-vrouw van militair, die nu in een huurwoning in de banlieue woont. De ontmoeting met de Polynesische vrouw verandert Lieblins leven. Meretuini Meek opent de deur. Hij begroet haar in zijn taal. En zij geeft onmiddellijk antwoord in het oude Rapa van haar geboorteland. Mark Lieblin, die nog nooit buiten Europa is geweest, trouwt met de enige vrouw die hem verstaat. En in 1983 vertrekt hij samen met haar naar het eiland waar zijn taal wordt gesproken. Thank you.
We spelen nog een heel klein eiland. Misschien Howland Island, ja? Guus. Was het Howland Island? Er was een eiland die was zo klein dat als je dan er overheen vliegt en er is een wolk, dan. Voor de English speakers, there's an island so small that when you fly over and there's one cloud and you don't see it. So that's our piece.